een goedemorgen allemaal. Welkom in vlog nummer 16. Het is vandaag 1 juli, toch? En ik ben mijn schoenen kwijt. Sorry. En ik heb ze gevonden hoor. Tada. En niet dankzij de hond, gewoon dankzij mezelf. En het is warm vandaag. Het wordt 32 graden. Ik keek net even op het appje van Apple. Er zijn heel veel verschillende weersvoorspellingen rond te gaande op het moment. Volgens die van Apple worden 32 graden. Die vertrouw ik altijd het meeste. Maar ik sta er niet voor raar van te kijken als het vandaag ineens 36 graden wordt. Maar dat zou betekenen dat het vrijdag 42 graden wordt. Ik vind het een beetje warm. En wat doen we op een warme dag? Wat doet een wietse op een warme dag, moet je je eigenlijk afvragen. Nou, heel simpel. Ik ga werken en ik heb ook echt heel veel te doen vandaag. Dus daar ben ik echt blij om. Het fijne aan werken is dat de studio voorzien is van een hele goede airco. En dat eigenlijk voor mij het enige is wat je op zo'n warme dag echt kunt doen. Is gewoon lekker bij de airco. En dan hoeft niet eens koud te zijn. Hè? Gewoon 22, 23 graden. Gaat zitten werken. Dan lig je tenminste niet thuis ergens op de bank te wachten tot het afkoelt. Want het is toch veel te warm om wat te doen. Dus dan kun je beter gewoon wat doen bij koude lucht of zo. Ik snap mezelf niet meer. Natuurlijk moet je tijdens het werken natuurlijk niet vergeten om af en toe even te genieten van het lekkere weer. Dat ga ik even doen. Wauw. Zo. Hitte. Het is echt alsof je tegen een muur oploopt. En hier hebben we dus niet eens airco aan staan. Moet je nagaan. Ja, dit is wel te gek. En één natuurlijk heel belangrijk ding aan het warm weer is dat planten voldoende water krijgen. Dus dat gaan we even doen. We gaan even planten water geven. De Wietse cursus tot het water geven van planten. Stap 1. Men neemt een gieter. Bij gebrek aan een gieter neemt men een vaas. Met handvat is wel handig. Handvat is wel echt belangrijk als je gaat water geven bij planten. Met dat handvat kun je de stroom beter controleren. Dus kun je goed controleren hoeveel water je precies aan de plant gaat geven. Zoek iets met een handvat en een schenktuit. Als je namelijk gewoon een glas pakt, dan loopt het aan alle kanten eruit behalve bij de plant erin. Dus zorg voor een goede gieter of schenkkan. Stap 2 is ook heel belangrijk. Zet de gieter onder de kraan. Zorg dat het tuutje er goed onder zit. En laat hem helemaal vol lopen met water. En dan gaan we naar de planten toe. Kijk, planten. En die gaan we dan water geven. Zo. Zie je, dus je zet hem tegen het randje aan. En we laten de water in lopen. Zo. Hoppakee, klaar. En zo doe je dat dus. Voor meer handige tips van Wietse, druk even op de abonneerknop. En je krijgt dagelijks een update. Met misschien een handige tip erin. En anders gewoon iets leuks om te lachen. I'm hot. You're hot. He's hot. She's hot. How you feeling? Hot, hot, hot. How you feeling? Hot, hot, hot. Oh, Jesus. Goed. Is dood. Even een update. Is dood. Mijn moeder is gek geworden. Ze begint ineens Duits te zingen. Gaat niet zo goed met haar. Goed, ik ga even buiten hangen, jongens. Dat was een vrouwtje in de auto met van die shampoo-glazen. Die zit echt zo van die. Wat zie je nou doen? Nou, mevrouw, als u dit kijkt, het gaat hartstikke goed met me. Maar goed, wij zijn onderweg naar mijn opa. Want daar gaan we de cursus hoe geven we planten water vervolgen met deel 2. Ja, dit is een iets andere tak van sport. Hè? Vanmiddag hebben we met een kan hebben water gegeven. We gaan nu met een gieter werken en met een tuinslang. Het is ook altijd handig voor de muzikanten onder ons om even de gieter neer te zetten op de grond. En even te checken of die wel in de juiste toonsoort staat. Perfect, perfect. En voor de blaasmuzikanten onder ons, want ik snap dat slagwerk iets te hoog gegrepen is. Kun je het ook nog anders testen. Dat is heel simpel. Nou, dat is duidelijk. Het is perfecte toonsoort. Kom, gaat ie. Goed, men pakt de gieter. Maar men geeft de planten water zo. Ja, dat spreekt voor zich. Een veel vergeten fout is bij het water geven, is dat mensen vergeten het belangrijkste object van de tuin water te geven. Namelijk de vijver. Kijk, en voor de mensen die dit fenomeen niet kennen, dit is een tuinslang. En het werkt heel simpel. Dit is de simpelste vorm, hè, voor de beginners. Je knijpt hem door midden en hij stopt. En je doet hem open en hij begint weer. Dat is te gek. Het is altijd handig om een volgorde aan te houden tijdens het water geven. Hè? Dus beginnen in die hoek rondomheen en dan die hoek. En bij deze temperatuur is het belangrijk dat je natuurlijk genoeg water geeft.
Nou is het natuurlijk wel handig om ook de allerbelangrijkste plant water te geven. Dus Sjoerd, speciaal voor jou. Dus, ik heb ook water. Ook belangrijk om je hond water te geven, natuurlijk. Deze hond is zo dorstig, die heeft een hele grote drinkbak. Oh ja. En nou zie ik net tijdens het editen dat ik gisteren helemaal vergeten ben om de vlog af te sluiten. Dus bij deze maak alsnog achteraf in andere kleding op een andere dag een einde aan deze vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet om eventjes een duimpje omhoog te doen. In deze kleur. En druk even op de abonneerknop. En vandaag is de abonneerknop het schilderijtje achter mij getekend door mijn lieftallige zusje. Maar druk even op dat ding. Die, die, zo, daar, zo, deze, juist. Doe maar. Druk maar. Oké, nog heel even. Druk maar. Goed zo. Dus, ik zie jullie morgen weer. En tot ziens.